Nou, maar ook komt eraan. En dan gaan we hem gewoon vragen wat we gaan doen. Maar ik wil jullie eerst even iets laten zien. Kijk. De GoPro heeft een jasje aan. En als het goed is dit dus een ruisonderdrukkingsjasje. En dat noemen ze in de termen een windjammer. Mago, en wat gaan we doen? Kaart op de bus doen. Want... En daarna gaan we verder fietsen. We gaan fietsen. Want ze zijn zo ver nou met de sluis dat de fietsers kunnen kijken. Ja, toch? Ja, je moet eerst dat handvat omhoog trekken. Juist. Ja. Maar we kunnen er nog niet overheen. Dus. Jawel, we kunnen er wel overheen. Oh, oké. Okay. Dat is het leuke, want dan gaan we over de sluis heen en dan gaan we het pontje terug. Oh, nou dat zien we wel. Maar het was mooi weer, maar het gaat helemaal betrekken. Ja, het was schitterend weer zelfs. Maar nee, het betrekt helemaal. Ja, en het wordt ook wat frisser. Ja, het was wel verspeld hoor. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Ja. Nou, Mago. Ja. Dit zijn beelden van de GoPro, dus dan kunnen we meteen horen of het inderdaad verschil maakt als we fietsen. Ja. Eerst even naar de brievenbus, ja. Nou, dan gaat het omhoog in de brievenbus, want ons neefje is jarig. Achterneefje. Over 2 dagen. Over 2 dagen, is een kind van je neef. Kind van mijn neef. We gaan weer verder, Mago. Nou jongens, kijk. We steken hierover en dan fietsen we zo rechtdoor tegen de Tata Steel Academy. Dit is de opleidingsschool voor mensen die bij Tata Steel werken. Hoe ga jij nou? Ga je op het parkeerterrein? Je reed verkeerd. Ja, ik ga het afdalen. Oké. Ja, dat kan. Tata Academy. Nou, dit is de Ensie, dat is de cementfabriek. En nou, er staat wel een aardig windje, moet ik zeggen. En de laatste keer dat we hierheen, toen waren we lopend en toen fietsten we hier, liepen we hier over het fietspad, maar dat was toen geen fietspad, maar... Ja, het was afgebroken. Ja, helemaal afgebroken. Het was helemaal... En ze hebben hem nu helemaal vernieuwd. Ze hadden het erover dat het 2,5 meter breed zou worden, maar nee, dat is het volgens mij niet. Nee. Nou, ik ben erg benieuwd. We gaan het even zien. En nou is er geen politie in de buurt, dus nu kan ik wel even het verschil laten horen. iPhone even aanzetten en dan het verschil zien. En het gaat nu... Ja, ik weet het maar al, 130 euro. Ik zeg het ook altijd tegen de mensen, maar ik wil even het verschil laten horen in... De windgeruis of geen windgeruis, want jeetje, er staat hier toch wel aardig windje hoor. Hè? Wat zeg je? Altijd. Ja, altijd. Kijk naar de oppervlakte. Wat stinkt het joh hier? Nou, ongelooflijk. Tja. Nou, jullie horen het verschil, het is gigantisch. Jullie horen het verschil, het is gigantisch. Kijk, hier zijn ze die mat aan het vlechten. Die op de bodem van... Kijk, dit zijn elzenmatten. Die zijn ze aan het vlechten hier. Ja, op de bodem en die komen van de sluis te leggen. Oh, weet je dat? Nou, dat las ik van de week. Ja. En dat is om de... Als die schepen er doorgaan en die doen hun motoren aan. En die gaan... Ja, dan zie je van het afstand omhoog. Dat is om alles op hun plek te houden, ja. Ja, ja. Zal ik even wat over vertellen? Dat is wel leuk. Wacht even, Mago. Kijk. De spuisluis. En de spuisluis die... Zo. Ik neem het eventjes verder als hiermee op, want hier is bijna geen wind. Dit is de spuisluis. En dan, kijk. Hier komt al dat water samen. Ook vanuit Amsterdam.
Dus ze houden het waterpeil van Amsterdam houden ze ook in de gaten met deze sluizen. En kijk, dit zijn van die ventilatoren, die kunnen ze dan aanzetten en die zuigen of die stuwen dan het water of naar binnen of naar buiten. Kijk, en zo zijn er dus, nou, ja, ik weet niet hoeveel, maar ik denk toch dat er hier wel aardig wat van die dingen staan. Dus bij elkaar, hier eentje, daar nog eentje en aan de andere kant ook drie. Rij maar! Oké, ik heb de mensen even verteld over dat deze sluizen ook het waterpeil in Amsterdam regelt. Ja, ja. Goed hè? Ja. Dat ik dat allemaal weet. Hè? Stond zeker op het bordje daar. Nee, dat wist ik echt. Oké. Dat is toch uniek, hè? Ja, hè? Ja, prachtig. Kijk, dit is de oude grote sluis. Dat is een reservedeur die je daar ziet. Gaan ze het vervangen? Oh, gaan ze deze weer vervangen? Oké. Okay. De buitenhoofddeur werd vervangen. Oké. Ja, nou mooi. Prachtig. Dat kan je al zien, al die witte beton wat je daar ziet. Dat is allemaal al die nieuwe sluis. Aan de andere kant ligt van die sluis, dan kan je dus daar eroverheen. Dan gaan we even fietsen even heen. Je ziet nou dat ijzerwerk daar, daar gaat een deur voor. Nee, die schuift helemaal. Kijk, dit is de deur. Het ijzerwerk, oh, zie je hier ook. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat, als deze nou kapot gevaren wordt, ja, hebben ze die altijd nog. Kunnen ze maar even dat is kijken. Oude. Ja, dat is een reservedeur. Oké, nou, dit is wel leuk. Ja, wel. Is het nou al gesloten? Je mag alleen rechtsaf. Is goed? Ja, rechtsaf. Ja. Oké, dan is goed. Ja, recht nee. Doen we alleen eens af. Oh, ja, nee. Ja, ik snap het. Ik, ja. Dankjewel, hè. Oké. Dit is de nieuwe sluis. Zo, de U. Ik zal even dat andere beeld er even naast zetten. Dan kunnen jullie even zien het verschil in grootte, hoe ver het allemaal gaat. Kijk, en dan hier, dit stuk wat je hier ziet. Dat is, als het schip dan aangemeerd is, dan kunnen ze maar die bolders kunnen ze het vastmaken. Kijk, kijk. Dit ja? Is die weg waar dan die flatterlieden, waar ze die boten mee vastleggen. Ja. En Nou. Wat zijn ze toch knap, hè? En kijk aan dit. Even kijken. Dit wordt dan, als deze sluis open is. Kijk. Dan is dit de weg. En het is 500 meter. Dat is een halve kilometer. Dus dan moet je ook weer een halve kilometer terug. Dus het is de kilometer om. En als je dan die ook nog tegen hebt, dan rij je alles om. Nou, maar je rijdt wel een beetje beschut. Ja, maar totdat je erboven komt. Ja, nou ja, bedoel, bij die oude sluis was dat niet zo hoog, hoor. Nee, het niet zo hoog. Nee, maar ja, goed, ze hebben ook iets moois ervan gemaakt. Ja, nou, dat mag ook wel. Ja. Nou, jongens, wat leuk. Kijk, en dan komen die schepen dus vanuit zee. Dat is ook allemaal nieuw. Ja, dat is allemaal nieuw, ja. Dus die komen die schepen vanuit zee, komen ze aanvaren. Hè? Oh, een duikmasker. Ja, hij is aan het werk geweest natuurlijk. Ja. Nou, hoe vind je het, Magal? Ja, leuk. Leuk, hè? Kijk, en dan moeten we naar rechts, zo. En dan kom je zo in de Muiden uit. Dus... maar even die kant op. Oké. Okay. Want dit is dus die nieuwe deur. Deze deuren die zijn uit China gekomen. Nee, op een boot. Oeh. Nou, jeetje, wat leuk zeg.
Kom even voor. Kom op, je moet het heuveltje op. 1, 2, ja. Oh, trappen, trappen, ja. Ga omhoog. Nou, het is wel heel anders hoor. Kijk, we moeten hier weer nu naar beneden. Ja, zie je, deze sluis, deze is nou in gebruik. Dus hier kunnen we nu overheen. Die wordt niet veranderd. Nee, dit is de kleine middelsluis, dus ja, die blijft gewoon zelf. Hé? Die zien er goed uit. Ja, het gaat toch anders, dat ze een hele grote sluis hebben. De Lady Astrid uit Delfzijl. Nou, echt leuk. Nou, dit is allemaal oud bekend terrein. Dit is nog steeds zo zoals het altijd was. Duikteam Eimond zit hier ook nog steeds. Nou, waar dit nou voor is, weet ik niet. Huh? Waar dat nou voor is, heb ik geen idee. Hi. Hallo. Dat, die buizen. Deze, kijk. Ja. Ja. Dat was wel erg nuttig. Ja, wat grappig. Die waren er nog niet. Dat was nooit, nee. Het opnemen, dit is namelijk de beelden van de iPhone. En mijn hoofd vroeg waar die heen ging, maar dat kon ik helaas geen antwoord op geven. Nee, we kijken naar een Nederlandse vlag, maar die buitenlandse naam? Nee. Ja, Arklo Cliff, ja. Ik heb geen idee. Het is wel een kustvaarder. Ja. Er zijn tegenwoordig binnenvaartschepen die zijn groter. Oh ja? Ja. Nou, we hebben nog steeds geen idee waarvan dit is. Waarvoor dit is. Kijk, die meneer is van Spie. Dus ik denk, nou, ik tik even op de raam. En ik vraag even waarvoor dat is. En wat denk je waarvoor het is? Kijk, daar gaat de Lady Astrid uit Delfzijl. Astrid. Oké, ik ga jullie vertellen waarvoor het is, want die meneer heeft het allemaal uitgelegd. Jullie zagen er net dat we bij de spuisluis waren, dat daar de motoren omhoog stonden. Ja. En die ene was ook in storing. En er is een onderhoud die is naar het buitenland. En daarom zijn nu deze buizen tijdelijk neergelegd, zodat ze het water kunnen wegspoelen of terugspoelen. Oh. Als te veel in het kanaal zit, spoelen ze de zee in. Is te veel, te weinig, dan spoelen ze daarin. Wat heb jij? Nou, zie je, dus gewoon af en toe even vragen, dan kom je het zo te weten. Maar waarom is het de ene in het buitenland voor reparatie? Kan het hier niet gemaakt worden? Ja, dan had je even aan hem moeten vragen. Ja, jij had je meteen moeten doen. Hallo. Hi. Bedankt voor uw begrip. Nou, alle begrip van de wereld hoor. Nou. En dan zijn we alweer het sluizencomplex voorbij. Ja, hoe lang hebben we zo niet kunnen rijden? Ja, een paar jaar. Ja? Maritiem Academie Holland. That brings back memories. Ja, links. Ga nou naar de pont. Kijk je daar bij dat veldje. Misschien dat het wel leuk is om even de drone op te laten. Want kijk, ja. Daar stond al een bord van Rijkswaterstaat, dus daarom zijn we doorgefietst. Nee, dat is het gebouw van Rijkswaterstaat. Ja, oké. Okay, maar goed, dit is het plekje en ik kreeg geen melding op de drone. Ook niet dat het geen no-fly zone is, dus volgens mij is er niks aan de hand. Dus we gaan even hier vliegen, even kijken. We vliegen even naar die grote sluizen daar. En dan even laten zien de route, hoe we er overheen gegaan zijn. Dat is leuk. Ja.
Nou, en dan heb je hier aan je rechterhand, hier zo. Dat is even leuk voor de mensen die het weten, kijk. Het Witte Theater van oudsher. Onwijs leuk. Er werden altijd een beetje alternatieve films gedraaid en zo. Echt heel grappig. Hier steken we de Kanaaldijk over. Om aan de overkant voor naar het fietspad te gaan. Dan krijgen we wind mee, dat is wel lekker. Oké. Daar gaan de ponten, ja je kan het niet zien, maar daar varen de ponten. En pont nummer 9, die moeten we hebben. Dus, voor de overtocht. Mondkapjes verplicht op de pont. Nou, gaan we de pont op. Het is idee. Goedemiddag. Zo. Nou, daar waren we dan daarnet. En we zijn nu op de pont. Oeh. Wat een wind, jongens. We worden aangevallen door een gans. En die vindt het helemaal niet leuk dat we hier gaan staan. We zijn even hierop gaan staan bij het pontje van de Velsen Noord. Dit is de derde Rijkshaven. De derde Rijkshaven? Ja, dit is de derde Rijkshaven. Dit stukje hierin. Oh, hè? Zo, hierin. Ja. Ja, ja. En nou, daar waren we net. En ja, weet je, als we terug naar huis fietsen, ja, dat hebben jullie al zo vaak gezien. Dat wordt dan vervelend. We zijn zo gefietst. Ja, we zijn zo. En dan zo. Ja. En dan zo. Ja. En dan de pont. Nou, die pont is en ook vrij nieuw. Oeh, mijn kapje heb ik nog op. Oh, ja. Oh, doe je kapje even af. Ja. Zo. Hey. Nou zien we je weer. Nou herkennen we je weer. Ja. Oké. Okay. Nou, dan probeer ik het zo. Even kijken. We proberen het zo om de video af te sluiten. Ga ik zo zien. Oh ja. Nou, ik voel het. Druppels. Druppels? Ja, dus iemand daar met de sproeier bezig misschien. Voel je dat niet? Nee. Nou, oké. Okay, dus mensen, dit is de video over de grootste sluis ter wereld. Dat mogen we gerust zeggen, want... Maar hij is nog niet af. Hij is, nou ja, hij is nee, nog niet af. Pas 2022 gaat hij officieel open. Maar ze zijn nu wel al bezig met constant allerlei dingen aan het uittesten en het doen. Daar hebben ze toch heel veel voor nodig. En het is ook nog maar voor een paar maanden, hè, dat hij de grootste sluis in de wereld is. Want als hij eenmaal in gebruik is genomen, dan is er ergens anders op de wereld. Zijn ze ook aan het bouwen en dan is dat weer de grootste sluis in de wereld. Ja, dat weet ik niet precies. Dat moet ik even opzoeken. Oh, handig. Kan ik wel even opzoeken. Ik zoek het eventjes op als ze thuis zijn. Nou, oké. Okay, doei. Belletje, notificatie, belletje, reactie, abonneer is gratis. Mago wil naar huis, dat hebben jullie al in de gaten. Ik heb dode vingers. Mago dode vingers. Oké, mensen. Ja, we gaan. Oké. Okay.